Dus Raudu wordt hierdoor alleen nog maar sterker, hè? Wow. Deze voor jullie, Molduga. Zo dan. In deze video gaan we de tweede helft van alle herinneringen zoeken en bekijken. En de eerste die we moeten zoeken zit hier. Er zit niet echt een toren in de buurt, dus we gaan maar gewoon op deze manier daar naartoe zweven. En in de vorige video heb je kunnen zien wat er allemaal is gebeurd. Zelda, die is door een traan teruggeteleporteerd naar de vroegere tijd waar de stichters van Hyrule Kingdom zijn. Rauru en Sonya, die zijn daar koning en koningin. Ganondorf is daar ook. Die heeft samen met de Gerudo's geprobeerd om Rauru en het koninkrijk aan te vallen. Maar dat is niet gelukt. En nu heeft Ganondorf gezegd van, no, yo, ik sta altijd tot je beschikking, ik eer u. Maar dat geloven we natuurlijk niet. En Zelda wil daarna natuurlijk ook heel graag weer terug naar deze tijd waarin Link hier rondloopt. Oh, ik loop hier al in de tekening zo te zien, joh. We moeten dus de drakentranen zien te vinden, zodat we de herinneringen kunnen ophalen. En die liggen dus in deze tekeningen. We moeten op zoek naar een klein poeltje water. En als je van deze video's geniet, abonneer dan natuurlijk. En vergeet ook niet om de video te liken. Dus het is ook best wel breed. Nou ja, ik ga eerst maar even naar links, denk ik. Die kant op, als ik het niet kan vinden. Het is moeilijk te zien zo in de zon. In de avond is het wat makkelijker. Ik loop maar gewoon een beetje heen en weer. Oh, wow, wow, ik sta ernaast. Hij is hier. Oké, we zien hier Zelda en Sonya. We are alone, as you requested. Zelda wilde graag alleen zijn met Sonya. What was it you wanted to discuss with me in private? Om iets te bespreken. You are far too trusting. Oh, wow, wow, wow. Dat is niet Zelda. Zag die blik. En Sonya die zet de tijd stil. I'm surprised to hear you say such a thing. That is quite out of character for the Zelda I know. What? Are a puppet of Ganondorf. Why, yo? Did you Kijk. Really think we hadn't realized your deceit? Sonya die had er al door. Dat is niet de echte Zelda. Zoals in deze tijd het ook niet de echte Zelda is. En Ganondorf die heeft geluk mee. Wow. Nice. Ja, het was natuurlijk een fantoom. De Phantom Ganondorf. Hij is ook niet de echte sturen. Nou ja, hij is zelf ook al hier naartoe geweest, maar... No way! Niet! Het was alleen maar een afleidingsmanoeuvre. Hij is hier gewoon. Oh my gosh. En zo heeft hij dus zijn traan te pakken gekregen. Bastard die je er bent, jongen. Oh my gosh. Kijk hem lachen. Kijk dit freaky gezicht. Hoe blij hij is. Wauw. Oké, dan. Dit was niet cool. Wauw, oké, ik moet even schakelen. De volgende herinnering, die hebben we al eerder gevonden. Dat was namelijk deze. Hier zo. De achtste drakentraan. Laten we er nog even kort naar kijken. We zien hier dus inderdaad Sonya al liggen. Dit hadden we al gezien, maar we wisten niet precies hoe het gebeurd was natuurlijk. Ja, Ganondorf zien we hier al weglopen met zijn traantje. En dan zegt hij eindelijk... Man. Hij is van mij. En dan groeit dat ding ook helemaal naar zijn hand. En dan wordt hij ook helemaal duister. Kijk dan. Niet oké. En die traan die gaat in zijn voorhoofd. Wow. Helemaal lijp wordt hij. Ja, dit was wel echt een heel ziek filmpje, hoor. En dan heeft hij die lange haren, jongen. Echt insane. Vervolgens kwam Rauru eraan en die zag ook wat er gebeurd is. En Ganondorf moet nog een beetje stoerder doen. Je probeert hem onder controle te houden, Rauru. En ze sterven wetende dat je gefaald hebt. Hij wil hem aanvallen. En Zelda, die zegt, nee, doe het niet. Sonya heeft je nodig. Hoppakee, we gaan verdedigen in plaats van aanvallen. En ze worden geteleporteerd, waarschijnlijk naar een andere tijd. Voor de volgende traan moeten we hier naartoe. Maar er zit nog een herinnering tussen. Die van het demonenleger. Ik weet niet precies waar we die gekregen hebben. Maar die krijg je volgens mij gewoon door het verhaal te volgen. Dit is volgens mij het filmpje over de bloedmaan. Dat de vijanden steeds weer terugkomen. En de volgende zien we dus daar beneden al.
Die is nog heel ver weg. Maken we even een tussenstop. Het is een soort van slak of zo. Oh nee, dat is waarschijnlijk gewoon een traan, toch? Volgens mij zie ik het meertje al. Of... nee, toch niet. Oh, ik vlieg er recht boven, joh. Het is wat moeilijker te zien. Maar precies op de goede plek. Oeh. Dit is vet. We just received word that the last free village in the Gerudo Desert has fallen. Gerudo is dus helemaal naar de Klokolo, helaas. At this rate, the demon op deze manier zal het leger van de demonenkoning ons verpletteren. I understand. Alle wijzen die zijn dus hier bij koning Rauru. Ze zijn opgeroepen. We hebben alleen een kans als ik de demonenkoning versla. The demon king. He is not someone. Mineru zegt, ja, dat kan je niet in je eentje doen, vriend. Oftewel, wij gaan je allemaal helpen. Ja, nice. Ik vind het wel nog steeds jammer dat we hun gezichten niet zien. Heel cool gedaan. Oftewel, ze gaan zelf een aanval op Ganondorf plannen, die we natuurlijk tot in de treuren hebben gezien wat daar gebeurd is. Rauru wil iedereen eens laten zien. Wat ga je laten zien? Is dit een deur? Ja. Dit is zeker een deur. Die alleen hij kan openen waarschijnlijk. Wat vinden we achter die deur? Ik ben heel benieuwd. Zij ook zo te zien? Ze willen allemaal naar binnen kijken. Hier ben ik geweest. Dit is die plek waar die map is, waar we inderdaad dus de locaties van al deze tranen kunnen vinden. Sta mij bij, ik heb jullie hulp nodig. Oké. Wat zijn zij hier aan het doen? Ontvangen zij... ja, zij, oh, hier ontvangen zij pas hun tranen. Ik dacht dat ze die al hadden. Nee, die ontvangen ze hier, denk ik. Ja, cool. Nice. Heel vet. De oorbel bij de Gyarados. En het bandje om de voeten bij de Ritos, die Tulin dus later krijgt. De bracelet bij de buik, soort van riem bij de Gorons. En de handsieraad bij de Zoras. Oh. Ze gaan nu een verbintenis aan met elkaar. They pledge their allegiance, zeggen ze dan in het Engels. Iets wat Ganondorf dus ook nep heeft gedaan. Dat doen zij echt. De volgende traan die bevindt zich hier bij het Hylia-meer. Laten we kijken of we die ook van bovenaf ergens kunnen spotten. Die zou dan hier ergens moeten liggen. Ja, daar in de verte. Daar begint die. Oh, en het begint nu weer precies te regenen natuurlijk. Dan moet ik ervoor zorgen dat ik niet van de berg afval. Oh, ik kom ook gewoon gelijk weer aan bij het plasje. Nou, dit gaat wel lekker. De eerste moesten we even zoeken, maar daarna gaat het vrij soepel. Dus... iedereen heeft trouw gezworen aan koning Rauru. En vervolgens zien we dit. Dit ziet eruit als Hylianen die aan het werk zijn. Oh, staat Rauru hier bij het graf? Ja, het graf van Sonya. Oh nee. Met de zonbloem erbij. Zelda komt achter hem staan. Hopelijk de echte Zelda. Rauru die zegt... oh. Ja, dit klinkt wel als de echte Zelda. Morgen gaan ze het opnemen tegen Ganondorf. Maar Zelda wil hem eerst nog wat vertellen. Ik kwam naar dit tijdperk nadat we onder de grond een man hadden gevonden. Ga verder. Oh ja, Zelda weet natuurlijk al wat er gaat gebeuren. Toen ik zag wat de geheime steen met Ganondorf deed, weet ik het zeker. Hij is degene die we onder de grond zagen. Hij was nog steeds in leven, nog steeds machtig. Hij blijft in leven en overleeft tot mijn tijd. Oftewel, de oorlog is ja, niet nutteloos, maar we kunnen hem niet verslaan. Hij zal het overleven. Oef. Dat is een bittere pil voor Rauru. En ja. Ze weten ook wat er met Rauru gebeurt natuurlijk. Die gaat het ook niet overleven. Misschien heb je gelijk. Maar het is mijn plicht om het te proberen.
was my hubris that set us mijn on this overmoed heeft hiertoe geleid. Ik moet boeten voor mijn fout. Nou, ik denk dat je heel streng bent voor jezelf, Rodel. En bovendien, ik blijf de koning van Hyrule. Zoals voor elke andere leider is het mijn taak om mijn volk te beschermen. Zelfs als ik mijn leven op het spel moet zetten. Oef. Pittig, man. En als Ganondorf niet verslagen kan worden, dan zullen we op je ridder moeten vertrouwen. En op zijn legendarische zwaard. Link zal onze laatste verdedigingslinie zijn. Maar in de toekomst ben je nooit in deze wereld verschenen. En je bent nu hier. Ik geloof dat er een reden is dat je hier naartoe bent gestuurd. Het moet iets betekenen, Zelda. Zelda staat echt een beetje zo van, heb ik dit echt gezegd en gaat dit echt gebeuren en wat dan? Waarom? Oh, de reden dat ik hier ben? Daar moeten we nog even op wachten. De volgende herinnering, dat is de Verzegeloorlog. Die hebben we wel al. Dit is de uitleg van de Zonai, dat die van de goden zijn gestuurd naar Hyrule. Ze leggen wat uit over de stenen, dat die de krachten dus sterker maken van degene die ze hebben. Dit is de jongere broer van deze persoon, Rauru. En die trouwde met Sonya. Dit is de herinnering van Mineru. De toekomst zag er zonnig uit. Maar het noodlot sloeg toe. Oftewel nog even de samenvatting dat Ganondorf kwam. Een soort van samenvatting eigenlijk wat we net allemaal hebben gezien. En voor de volgende herinnering moeten we hier naartoe. Bovenin. Kijk, hier recht onder me vind je namelijk het Master Sword. Het meesterzwaard. Let's go. En van boven is het allemaal wel goed te zien. Hier ligt hij allemaal niet. Hier is sowieso weer een Korok. Sowieso. Ja hoor. Hallo. Ja, kijk, hier is die. Oeh, we zien Zelda hier bij... Oh, dit is het begin. Het is gelukt dus om Ganondorf in bedwang te houden hier met de hand van Rauru. Deze herinneringen kennen we ook van het begin van de game. De allereerste herinnering is dit. Het is gelukt om hem in bedwang te houden, maar iedereen is dus kapot gegaan. En hier zegt Zelda de woorden, Link, ik weet niet zeker of jij hem kunt stoppen. Of jij hem kunt tegenhouden. Dit is dus het begin van de game. Volgens mij bij de tempel destijds daar vlakbij in de buurt. Dan ben ik heel benieuwd wat we nu gaan zien hoor. Op een gegeven moment krijgt Link een soort van flashback of dingetje. Dan ziet hij Zelda opeens in zijn herinneringen. En ik denk dat dat dit moment is. Daar met het meesterzwaard. Kijk. Zelda ziet het ook. Die ziet een mooie light orb. Oeh. Kijk, de traan begint ook extra te schijnen, te branden. Er gaat iets gebeuren hier, hoor. Ja, vet wel. Kijk, de tijd staat stil. Wordt teruggedraaid. Wordt vooruitgedraaid. Wat zal het zijn? Maar hier is denk ik wel dat momentje. Kijk, het meesterzwaard verschijnt hier opeens. Het kapotte meesterzwaard. Ja. Ja, ja, ja. Zelda heeft het meesterzwaard in bezit nadat het dus kapot is gegaan. Door Ganondorf natuurlijk. In dat gevecht. Het meesterzwaard praat ook. Die zegt dat Link ongedeerd is. Je bent door de tijd gereisd om het te vinden en om je kracht te herstellen. Oh! Dit is echt te cool gewoon. Alle herinneringen komen nog even langs. Dit is de reden dat Zelda teruggestuurd is in de tijd. Om te zorgen voor het meesterzwaard en dat het weer dus terechtkomt bij Link. Ik weet waarom ik hier ben. Er is iets dat alleen ik kan doen. Ja? We zullen hem eindelijk tegenhouden, die gekke Ganondorf. Oh! Hell yeah. Nee! Oh. Als je een onsterfelijke draak wordt, dan raak je jezelf kwijt. Maar ze gaat het doen.
Zelda wordt de lichtgevende draak door de traan op te eten. Oh my gosh. Ga je dit echt doen, Zelda? Please. Dit ga je doen, hè? Gaan we het hier nog niet zien? Ze gaat het doen. Wat vet, wat ontzettend vet. Oh man. We horen een geluid nu ook. Oh ja hoor. Oh nee. Oh nee. De draak moet zelfs huilen. En dit is de laatste drakentraan die we moeten vinden, denk ik. Oh man. We kunnen zien waar die neervalt. Op de spiraal. Ja, daar helemaal bovenin. Rechtsboven in de map, daar moeten we nu naartoe. En hier tussendoor is nog een andere memory. En dit is de herinnering als je dus de quest van Mineiro doet. Dan krijg je op een gegeven moment deze te zien. Waarin Mineiro vraagt, is het meeste zwaard dan door de tijd heen gereisd, net als jij? En de demonenkoning is in mijn tijd kwetsbaar voor dit. Zelfs het kleinste stukje van het zwaard. Zelfs iemand als Ganondorf heeft zwaktes. Wat zullen we met het zwaard doen, zegt Mineiro. Als het meeste zwaard heilige kracht kan opnemen, kan het zich herstellen en zelfs sterker worden. En die heilige kracht zit in de draak natuurlijk. Oh, wat is dit vet verzonnen allemaal, zeg. Het kan nog eeuwen duren voor het zwaard sterk genoeg is. De demonenkoning is zo machtig. Ja, Zelda heeft denk ik gewoon gewacht al die jaren als draak zijnde. Mineiro die begrijpt het nu ook wat er gaat gebeuren. Ik moet dit wel doen. En Mineiro zegt nee, dat is verboden. Dit was na de aanval van de Verzegeloorlog. Mineiro had het net overleefd, maar die heeft ook niet lang meer. Toen ik het zwaard in handen kreeg, wist ik wat ik hier moest doen. De reden waarom ik hier ben. Hier wordt nog niet verteld, volgens mij. Oeh. Maar goed. Zij willen het doen. Ze willen het meeste zwaard herstellen en het naar Link brengen. Weet je het echt zeker, Zelda? Ja, ze weet het zeker. Als Zelda iets wil, dan doet ze het. Als zoon en zender ben ik deels verantwoordelijk voor deze gebeurtenissen. En daarom zal ik me ook wijden aan dit doel en aan die held van jou. Voor de zwaardvechter Link zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt. En zij heeft ons natuurlijk ook geholpen, want haar ziel zit in die robot die we hebben hersteld. Dus nu voor de laatste traan gaan wij hier naartoe, vanuit deze toren. En we zien hier nog even een andere draak volgens mij langskomen. Of is dit Zelda? Is dit Zelda? Dit is Zelda. Oh, hoe toepasselijk is dit dat Zelda hier ook nog even vliegt? Tears of the Kingdom zou zomaar mijn favoriete Zelda kunnen zijn. Laat in de comments weten wat jouw favoriete Zelda is. Ik ben heel benieuwd. Ja, daar is ze hoor. Prachtige draak is ze geworden. Oh, hier is ook gewoon een tempel. En hier voor ons vinden we dan gelijk de laatste pool. Wat gaan we hier dan allemaal zien? Gaan we hier echt zien hoe Zelda dit heeft gedaan? Dat zou fantastisch zijn. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Wat zien we hier? We zien Zelda daar beneden staan met het meesterzwaard. Nog steeds met de traan onder nek. Ze denkt terug aan wat er allemaal gebeurd is. Was dat de sword die de darkness sealed? Ganondorf doet hier nog stoer. Zo'n breekbaar wapen zal je niet helpen. Maar het zwaard wordt sterker. Als het heilige kracht krijgt. Hoe sterker de kracht, hoe sterker het zwaard. Ja, alle herinneringen komen nog even langs. Ja, man. Zelda wordt gewoon de draak. Wauw. Mineiro, I'm counting on you. Ze rekent op Mineiro. Ja, Mineiro ging natuurlijk helpen. De ziel van Mineiro. De laatste overlevende. De tablet wordt hier gegeven. Die kwam wel bij Link terecht. Uiteindelijk. Hier is het zwaard. Ik zal het meesterzwaard voor je herstellen. Oh, die robot die denkt ook, wow, wat gaat hier gebeuren? Ik zal het in mijn kracht hullen. Het zal het wapen zijn dat de demonenkoning verslaat. Daar gaat ze. Ze gaat het echt doen.
To become an immortal dragon is... Nou, je raakt je eigen identiteit kwijt, zegt Minero. Maar toch, ze huilt als ze ziet wat Link allemaal aan het doen. Is het toch niet helemaal, volgens mij, hoor. Toch niet helemaal. Je moet... Wat moet je? Maak je zin af! Nou, het weer verandert echt helemaal gelijk. Ja, het licht verdwijnt, hè? Het was ook een traan van het licht. Ze bezit niet alleen de kracht van het licht, maar ook de kracht van de tijd. Maar het licht verdwijnt dus ook en... Wauw. Zelda pakt het zwaard. Houd het dicht bij haar. Wat heftig. Oh, haar ogen veranderen ook helemaal. Wow. Dit is insane. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Dit is zo cool. Oh man. En ze moet ook gewoon gelijk huilen. Kijk, zo zijn dus die tranen verspreid. Al die herinneringen. Boah. Toen ik het meeste zwaard pakte, toen dacht ik... Wow, er is een draak die heeft het zwaard beschermd. Wow, tof, tof, tof. Maar toen wist ik nog niet dat die draak daadwerkelijk Zelda was. Maar nu weten we het wel. Dit is insane. Insane. Huh? Maar daar staan ook al die andere hulpjes van de Rauru. Zijn die niet dood gegaan? Die bleven leven gewoon. Wow, we zien hier allemaal van die bloemen. Wat? Deze bloemen kenmerken Zelda natuurlijk. We horen de draak nog een keer. Waarschijnlijk als je dit nog niet gedaan hebt voordat je het meeste... Of als je dit gedaan hebt voordat je het meeste zwaard pakt... Dan zie je het meeste zwaard denk ik ook nog in de draak zitten. Oh my god, Zelda vliegt daar gewoon en Link staat hier. Wauw. Gewoon wauw. En al deze stille prinsessenbloemetjes. Wow, dit maakt het wel af hoor. Dit maakt het wel af. We hebben nog één herinnering die we kennen. Zelda's wens. Dat is de laatste herinnering. Die hebben we al gezien. Waarin Zelda spreekt tot Link. Het meeste zwaard. Jouw zwaard. Het is cruciaal voor het vernietigen van de demonenkoning. En hier zie je dus dat Zelda het al aan het herstellen is. Als jullie twee het volgende keer tegen de demonenkoning opnemen. Dan gaan we ze kontje schoppen. Want het zwaard beschikt over de kracht van Zelda. Om te helpen. Jij bent onze laatste hoop, Link. Oh man. Ik bid dat het zwaardje zal vinden in de toekomst. Ja, en volgens mij zit de ziel van Zelda gewoon nog erin, hoor. Ze is niet heel haar identiteit kwijt. Maar de grote vraag is... Moeten we in de volgende aflevering dus... De kont van Ganondorf gaan schoppen? Of moet ik nog andere dingen gaan doen? Laat het weten in de comments. Dan zie ik je gewoon bij de volgende. Ik ga even bijkomen. Dit was... Insane. Mazzel.